Ja, ja, hier is Fischie weer. En ik ben hier samen met Remco. En dit is een wedstrijd uit de Eredivisie. Vorige week zaten we ook een beetje te kutten. En deze week is eigenlijk nog erger, denk ik. Want ja, ja. Ajax speelt niet. Feyenoord speelt niet, toch? Feyenoord speelt niet, nee. Wie nog meer? Wie moesten ze eigenlijk? Ja, ik weet niet. Ik zag in ieder geval... Cambuur in ieder geval uit de Vitesse. Ja. En Vitesse waren eruit. Dat zijn niet tegenstanders. Ze moesten eigenlijk waarschijnlijk tegen Cambuur. Of nee, tegen Vitesse. Tegen Cambuur hebben we gespeeld. Maar Feyenoord heeft ook al tegen Cambuur gespeeld, volgens mij. Ja, het zal wel. Nou, ik weet niet, maar... Maar ja, dus ik eruit. In ieder geval, Volendam ga je nou spelen, hè? Dat gaat wat worden. Ja, ja, toch leuk dat we nu toch een nieuwe FIFA hebben. Kun je ook met Volendam een keer spelen. Ja, precies. En AZ, weet niet wat AZ in de Conference League heeft gedaan. Maar ze draaien niet heel gelijk. Ze hebben voor mij al twee keer verloren nu achter elkaar in de Eredivisie. Ja. En ze doen het best wel slecht tegen de kleine ploegjes, hè. Dus het is Volendam nummer laatst. Nou. En Volendam heeft toch een paar keer toch wel aardig gespeeld toch tegen de grotere. Ja, en maar ik tegen AZ... AZ uit lijkt me wel heel lastig. Ze hebben op hun kunstgras, dan kunnen ze nog wel wat doen. Ja. Maar ik denk tegen AZ thuis. Volendam nou kunstgras nog steeds, ja, hè? Ja. Maar ik had gehoord... Dat is vanaf 2024 of zo, moet dat verplichten... 25, dan gaat iedereen gaat alles eruit. En dat hebben ze wel slim gedaan, hè, want natuurlijk de grootste voorvecht van kunst was natuurlijk Heracles. En die speelt nu in de keukenkampioendivisie, dus dan gaan ze nu maar even doorpakken. En heel slim, en heel goed ook. Ja, ik vind het echt ook... het is toch ook geen gras, klaar. Het is toch gevaarlijk, vind ik. Voor mij had Vitesse of Twente had deze week erover. Dat zeg maar een van die spelers kon nog niet op spelen. En ze hadden ook alle punten die ze hebben verspeeld. Dat is eigenlijk op kunstgras. Dus dat zegt ook wel wat. Ja. Deze wedstrijd, wat gaat het worden? 4-1. 4-1. 3-3. Dan ga ik hier heel gek voorspellen. Kijken of ik gelijk heb. Jongens, we gaan over naar de wedstrijd. Stadion Eder. Ja, dat denk ik, ja. Lelijk shirt. Dit is geen combinatie, dit lijkt me gewoon op een soort FIFA te nu inderdaad gewoon. Dus ik lijkt me even gek. Die er een mooie strijd van kunnen maken. Laat die wedstrijd maar snel beginnen. Ja, weet je, ziet, het zou wel eens zo kunnen zijn dat ze daar al deze mag erin. Ja, nee! Dat is eigenlijk wel een mooie goal, vind ik niet. Of niet? Zo'n goal. Dat is wel een moeilijke hoek op zich, nog, dat kun je nog redelijk zeggen. Ik heb de bal nog niet eens aangeraakt, volgens mij. Ja, nu dan. Nee, ik had ook wel de aftrap, dus ik had het wel aangeraakt. Wel aardig dat ik even de aftrap op mocht doen dan. AZ bouwt nog steeds een feestje, terwijl er weer wordt afgetrapt. En nu heeft hij de ruimte om over te... Oh, Robert Muren. Die gaat op de stip. Wat? Penalty kick? Hé? Wat heb ik gedaan dan? Ja, blijkbaar heb ik nog nagetrapt, ook al geschoten. Nou, dit staat echt helemaal nergens op. What the fuck is dit dan weer? Ik weet echt helemaal van niets, hè? Oh, hij gaat mis. Hij is rood. Gadver, dat heb ik nog nooit... Ik heb nog nooit een penalty gemist, zeg maar, op basis van dat het verkeerd getimed was. Nog nooit. Ik wil nog zeggen, het is zo makkelijk om nu een penalty te scoren. Want ik heb het niet gezegd, dus dat scheelt. Scheids, mag dat gewoon duwen? De Alkmaarders in de aanval. Zo! Je hebt hier ook wel een parkeerplek als hij niet... Verder met de steekpas. Ja, wie houdt hem tegen? Weer buitenkantje recht, dat doe ik helemaal niet. Mensen vinden het gewoon lekker om zelf te doen ook. Voor het doel gegeven. Zo'n bal moet je toch wegwerken. Hallo, hij loopt gewoon van de bal weg. Nu snel eruit komen. Nee! Niet zo doen. Ga als je kijkt hoe de keeper doet zo. Kijken. We gaan even terugkijken. Van zo'n afstand moet je de bal toch hebben. Laat ik erachter vallen, want ja, dat is het meest logische om te doen. Ja.
Jezus. Wel lekker afstand, dat mag wel gezegd worden. Ja, wat een bullshit. Ja, 35 meter was dat hoor, zo. Oh. Deze kan erin. En hij is dit gewoon een treffer. Zo 1-1 voor de keeper. De bal is hij kwijt. Hij weet zijn tegenstander te ontglippen. Zo, wat een reactie van die doelman. Ja. Nee, dit is ook niet verbaasd. Ik dacht dat hij van jou erin vliegt. Dan mag hij van mij ook wel erin vliegen. Maar... Hoekschop in het centrum geplaatst. Wat een kut goal zo komt ballen. Ja, dat is waar, maar wel eenvoudig. Huh? Een zwakke bal. En met die actie weet hij de bal af te halen. Oh, dank je. Oh, hij neemt vrolijk mee. En Beer heeft hij hem. Heerlijke. 1-1 situatie en hij redt. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Nou, je werkt in een app, lekker palen hier en je die vol. Ga er rust in. Jan Smits is in de kleedkamer gekomen, even een uitbrander geven, dan gaan we weer vol tegenaan. En als de morgen is gekomen, dan... Oh! Nog een paar leuke Volendamse hits of niet ondertussen? Nou, oma, mijn lieve oma of zo. Oh, oma. Jezus. Mijn oma vroeger was daar een dol op. Jantje Smit, toen nog Jantje was. Ja, Jantje, ja. Hey. Hallo, Spits, Spits, waar ben je? Komen ze terug in de wedstrijd? De bal wordt aangeraakt. Zo, 5 man voor. Oh, en mijn tech was. Zo, een 6 man achter. Jezus, 5 man voor, 6 man achter. Nee, ik wilde hem uitspreken. Ik had gewoon voor rust om te combineren. Gevaarlijke steekbal. Raakt de bal? Ja. Voor mij raakt ik je voetje, maar dat... Oh, die stond er even goed opgesteld. Voor het eerst in het spel dat iemand goed staat. Karel Eiting. Goed ingegrepen. Kom op, niet dit soort ballen nu even geven ook. Nee, niet dit soort ballen geven de hele tijd. Als maak ik hem gewoon om verder, eerst volgende uur langs heen gaat. Nee. Daar pakt hij de paas. Ja, schiet hem aan, denk ik. Oh, lekker keeper. Hé, corner, zo. Keeper die nog een keer scoren. Ja. Goed bij, moet ik zeggen. Hij kan die bal niet van knieken. Hij heeft een set van die verdediger. Hij gaat verder. Nee, dit kan worden verdedigd. Ben je daar de bal nog afpakt op mijn rug in je draaien ook. Zo heel vaak zijn die spelers van AZ niet aan de bal. Oh, loop maar door. Ik ga wel even aan de buitenkant lopen, niet wilde. Oeh, ik dacht richting! Jij! Nee. Nee, dat ik niet. Ik zag dat hij aardig hoog ging namelijk. Iedereen kan hard schieten, maar je moet ook... Kom van Michem. Snap, hij moet scoren! Gadverdamme! Dat had toch een aansluitingstreffer moeten worden? Ja, niet normaal. Niet normaal dat je deze kans laat liggen. Dat mag niet gebeuren. Zo! Kantoor, beslist de arbiter. Voordeel mag je hebben. Oh, voordeel mag je hebben, ja. De teamgenoot biedt ondersteuning. Oeh, dan heb ik even geluk. Stankovic! Loop nou door! Oh, dan pak ik zomaar weer open. Super. Mijn spits liep opeens. De ruimte lacht en wat doet hij? Gaat hij naar het middenveld teruglopen? Ja, gewoon is er goed in. Komt de hoekschop in het midden. Heel mooi verdedigd. Oh, ik dacht even een penalty, maar. Gaat hij echt een penalty? Nee, het is gewoon buiten spel blijkbaar. Deze moet. Ja, oh! Gaat de bal. Ik heb de bal niet gezien, maar het zal wel. Ja, maar gewoon weer die vrouw weer hoor, die scheidsrechter.
Dat is tijdschrijf volgens mij. Je hebt 2-0. Oh, dat ze zomaar kunnen. Keukenloods.nl. Ik ga nog even de 26 minuten terugkijken, die erg vindt. Het is weer buitenkantje voet dat gewoon echt als een debiel erin vliegt ook. Jezus, dat zijn ook helemaal geen dingen meer na de 26 minuten. Nee. Iets gebeurt, al mijn kansen zijn niks, zeg maar. Ja, hij zit wel goed in, op zich. Ik kan zeggen, nou, je moet niet dat de keeper letten. Gewoon eens van afstand doet, dan... De keeper staat gewoon iets te ver voor de goal. Ja, maar het is gewoon weer buiten dat je voet echt dik overpowered is op afstand. En het slaat nergens op. Maar ja, ik heb wel goed gemaakt. Ik had namelijk 4.0. Ik heb 0 gescoord. Dat zegt alles. Maar ik moet je eerst zeggen, we hebben ook in 3 wedstrijden hebben maar jij 1 keer gescoord. Dus niet 2 keer. Ja. Op zich vind ik dat echt wel beter. Beter dan 5-4. Voor mij mag het wel allemaal wat 2-0. Zo, komt dus dat realistisch over nu. Kunnen we zeggen van ja, inderdaad, we hadden het voorspeld. En als het bijvoorbeeld weer 6-4 wordt, dat gebeurt nooit. Nou. Nee. Oké, jongens. Ik zou zeggen, like even deze video. Fijne wedstrijd. En hopelijk volgende week misschien wat spannende wedstrijd, toch? Want het is zo'n beetje... Op papier is het... Maar ja, misschien in praktijk, je weet maar nooit. Vorige keer was het ook op papier kut, was het ook echt leuk. Misschien wordt het wel een hele leuke wedstrijd ook. Ja, daarom weet ik niet. Nogmaals, like de video, like de spelling af bij de comments en fijne wedstrijd. Bye bye, later!